Hoi, ik ben Kim en ik sta hier vandaag in de studio van Miljoenenjacht op de welbekende trap, waar normaal altijd 26 knappe dames van de trap afkomen. Maar vandaag is er een hele speciale uitzending met 26 knappe koffer guys. Kijker Johanna Kommery vond het na al die jaren dat al die dames van de trap afliepen namelijk de hoogste tijd voor 26 knappe mannen. Ze zamelde daarvoor 260.000 likes in op Facebook. Dat was genoeg, Linda vond het goed, de koffer was door de kerk en vandaag zijn we bij de opnames waar zometeen 26 knappe mannen de trap afkomen. Ik ben benieuwd. Wow, mannen, dat ziet er top uit. Ik kom even tussen jullie instaan. Maar volgens mij hebben jullie straks een ontbloot bovenlijf, of heb ik dat mis? Ik had helemaal niet verwacht dat het een hype zou worden. Ik las dat Facebookbericht. Toen dacht ik, ah, dat hebben we ooit al een keer gedaan. En is dat wel leuk? En, maar ja, toen zagen we hoeveel respons erop kwam. En toen dacht ik, ja, misschien moeten we er dan toch iets mee doen. En toen hebben we een oproep gedaan van, nou oké, als het dan echt heel veel geliked wordt, dan gaan we eenmalig de meisjes vervangen door knappe jongens. Nou, en toen, dat hebben we geweten, toen barstte de hel los, want het werd gigantisch veel geliked. Ze kwamen vanmorgen in de studio, stonden ze in een hele lange rij, gingen ze me allemaal een hand geven. Het was net als bij een begrafenis of een bruiloft. Ik stond daar zo en ik kreeg van iedereen de hand. Hi, ik ben Sam. Hi, ik ben Martin. Hallo, ik ben Ziggy. Nou, al die namen kwamen langs. Want na 5 weet je het al niet meer natuurlijk. En toen kon ik ze allemaal even goed bekijken. Maar ik vind het heel leuk. Er is voor elk wel wat wils. Allerlei soorten mannen. Vond het heel erg leuk. Heel divers. Maar allemaal leuke kop. Allemaal heel goed lijf. En allemaal heel aardig. Wat doe je morgenavond? Ja, nog niks eigenlijk. Aha. En wat doe jij morgenavond? Ik heb nog geen plannen gemaakt, maar misschien kunnen we een drankje gaan drinken of zo. Idee.